boek wat veel indruk op me gemaakt heeft laatst is Materiaalmoeheid van Marek Sindelka, als ik het goed uitspreek. En het boek vertelt het verhaal van twee jonge jongens die vanuit het Midden-Oosten naar Europa vluchten. En het vertelt het verhaal van de vlucht en eigenlijk ook de onmenselijkheid van het vluchten zelf. Dat het geen mensen meer zijn, maar dingen die vervoerd worden. Is een boek waar ik een beetje buikpijn van kreeg. En zeker gezien de huidige discussie over vluchtelingen ook wel een boek waarvan ik denk dat iedereen dat moet lezen. Want ook vluchtelingen zijn mensen.